Sky Telecom is een Belgisch bedrijf, is ook een 100% privébedrijf en is opgericht, zoals gezegd, in 1913 en heeft in de loop der jaren al een ganse evolutie meegemaakt. Wij komen eigenlijk uit de voice business. Dus zodra de telefonie op de markt is gekomen, heeft Tijn Telecom zich daarin genesteld. We hebben enerzijds die voice zien evolueren naar een niche-oplossing, namelijk de dealing room, de arbitragezaal, waar Tijn Telecom heel dominant aanwezig is sinds enkele jaren op de Belgische en de Nederlandse markt, waar in de loop der jaren dan ook de voice logging applicatie is toegevoegd. En recentelijker dan, laten we zeggen eind jaren 90, begin 2000, is er een nieuwe as, een diversificatie aan toegevoegd, namelijk digital video solutions, geïntegreerde voice oplossingen, waar wij een aantal totaal nieuwe markten mee kunnen benaderen, zoals overheden, controlecentra voor steden en gemeenten, maar ook de grote infrastructuren zoals bruggen, tunnels, kanalen, havens en zo meer. Tijn Telecom is een puur business-to-business bedrijf. Wij hebben geen particuliere klanten. Onze klanten bevinden zich in België, Nederland en Luxemburg. Voorlopig. Geografische expansie is mogelijk, maar is nog niet onmiddellijk aan de orde. De quality in het algemeen is een belangrijk element voor ons. En dat komt natuurlijk door het feit dat we voor customer intimacy hebben gekozen. Customer intimacy is per definitie kwaliteit, als je kwaliteit vertaalt door correct aanbieden wat de klant heeft gevraagd. Nu, in ons verhaal als integrators denk ik dat dat nog dieper geworteld zit in het bedrijf. En added value is voor ons de reden van bestaan en ook de garantie naar de toekomst. En added value op twee niveaus. Dus wij wensen customer intimacy in te vullen naar de klanten toe door onze eigen added value aan een product dat wij kopen toe te voegen. In de globaliseerde wereld van vandaag is er nog een nieuwe dimensie die naar voren is gekomen en dat is added value creëren is één, maar hoe ga je die added value ook morgen nog kunnen garanderen aan die klanten? En dat is een ander paar mouwen waar wij denk ik op ingespeeld hebben en daar ons toch tegen verzekerd hebben. We hebben een softwareontwikkeling gelanceerd en die is zodanig opgevat dat de software as such relatief onafhankelijk is van het product dat het integreert. Dus wanneer morgen een product X niet meer beschikbaar is en het wordt een product Y, heeft dat een relatief beperkte impact op onze software, waardoor wij die added value ook kunnen garanderen naar de toekomst. De toekomst van Tijn ligt zonder enige twijfel in het verder customiseren van onze oplossingen en in het globaler maken van onze oplossingen, waarbij wij onze added value in de aangeboden oplossing aan de klant moeten kunnen blijven aanbieden.